Dan ruikt hij aan dat slipje. Wauw. En wat? Ja? Maxine. Precies. Mannen zeggen dan wauw. Maar dus door die hele zaal van vrouwen ging een soort van schok van ontzetting. Ja. Van eeuw. Zijn vrouwen niet gewend zulke dingen? Dacht ik, nou, hè? Wat zegt dat toch over vrouwen dat ze dan denken dat allemaal niet lekker... Nou, wat zegt dat? Nou, de vrouwen heel onzeker zijn en dat ze dus eigenlijk gewoon bruut genomen willen worden door zo'n meneer Gray. Ik zal even zeggen wie daarnaast jou zit. De filmkenner Matthijs Klein en Uberman Maxime Hartman. Ook hartelijk welkom, heren. Dank je. Wij hebben allemaal deze film gezien. We gaan het even proberen in te kaderen. Het fenomeen van Fifty Shades. Maxime, wat denk je daarbij? Zinvol voor ons allen? Ik wil eerst even zeggen dat ik je bijzonder waardeer. Je bent een hele dominante vrouw. Ik heb ook... goed, Maxime. Ik wil ook even de mannelijke gasten met je doornemen. De eerste man, de staatssecretaris voor wie zijn naam ontschoten is, vond ik echt een slappe drol. Je stelde hele goede vragen en hij doet alleen maar, we moeten erover praten. De enige man die ik vanavond gezien heb, is eigenlijk de politiecommandant. Oké, Maxime, zullen we het weer over Fifty Shades hebben? Dank je wel. heb je daar bepaalde inzichten over? Want het is, ik bedoel, we hebben het over miljoenen, 100 miljoen boeken wereldwijd. Ja. In 90 miljoen, toch? 100 miljoen. 100 miljoen. Inmiddels in Nederland ook al, ik geloof, 2 miljoen boeken in totaal uit de trilogie. We hebben het over een soort massale beweging, in ieder geval massahysterie. Ja. Ging ermee gepaard. Was het goed voor ons vrouwen? Ik heb die film niet gezien en ik ben er ook niet in geïnteresseerd. Ik vind het wel heel positief. Ik vind het heel positief, omdat uit deze film en ook uit het boek blijkt hoe vrouwen hunkeren... smachten naar gedomineerd te worden op seksueel gebied door mannen. En waarom is dat? Dat is... Ja, ik wil het eigenlijk... Ik ga het je uitleggen. Dat is omdat vrouwen slim zijn. Buiten de seks domineren de vrouwen in Nederland zo extreem de mannen dat er een uitlaatklep moet zijn. Als zij ons niet die uitlaatklep geven om hun seksueel te domineren in bed of in de slaapkamer, dan gaan... Alles wat onderdrukt wordt, op termijn, gaat dat een bloedige revolutie worden. Dus vrouwen zijn slim en beseffen dat als ze de man zo blijven onderdrukken als dat ze vandaag de dag doen, dan wordt het oorlog. Dus laat ons dan jullie op je reet slaan. Dat is het enige wat jullie vragen, inderdaad. Wat dat betreft is het toch eigenlijk heel erg bescheiden. Ik hoop dat dit het begin is van een grotere beweging waarbij vrouwen zich bewuster worden van de noodsituatie waarin mannen zich in Nederland bevinden op dit moment. Is het zo, Sophie, dat wij mannen te veel domineren? Wij mannen te veel domineren? Ja. Nee, dat vind ik ontzettend meevallen, helaas. We hebben het wel vaak over de feminisering van de samenleving. Hè? Ik bedoel, voel jij je ook gedomineerd, Matthijs? Ik voel me niet gedomineerd, maar ik snap dat wat er over gezegd is, dat vrouwen domineren. Maar volgens mij is dat niet zozeer een bed, maar je bedoelt dan meer dat vrouwen bepalen wanneer en hoe en of. Niet alleen, en waar elk, mag ik even uitspreken? Je gaat even inhalen nu wat dat verder vind ik lekker. Wordt. Nou kijk, elk interieur. En dan moet je ook even je mond houden als ik praat. Elk interieur in Nederland wordt gedomineerd en is bepaald door vrouwen. Alles wat wij aankleden, de gemiddelde man... Nou, hier heeft echt geen vrouw zich mee bemoeid. Nee. Jij nu draait. Dat durf ik ook te zeggen. Dat klopt. Oké, ga door. Dat Maxine. Klopt, omdat ik mij tot een van de weinige mannen niet laat domineren door een vrouw. Jij hebt jezelf bevrijd. Ik heb mezelf bevrijd en ik probeer een voorbeeldrol te hebben. Iemand moet deze slechte taak op zich nemen. Ja, maar je kiest er als man toch voor je me te laten domineren door een vrouw? Dat is waar. Uiteindelijk zijn de mannen zelf het sneuwe slachtoffer. En kunnen we niet de schuld naar de vrouw geven. Want de vrouw is eigenlijk veel beter bezig momenteel. De man moet naar zichzelf kijken en zeggen... Ho, zo is het genoeg. Nu gaan we weer ruimte voor onszelf opeisen. Ja. Waarom bepaalt de man niet zelf hoe het interieur eruit ziet? Waarom hangen Meestal er allemaal... interesseert het de man niet zoveel. Moet ik eerlijk zeggen. Toch? Of... Nee, ik denk dat het is. En volgens mij is dat ook het succes van de film. Het is helemaal niet dat de man het enorm domineert. Dat vond ik eigenlijk heel erg meevallen. Ik had het boek niet gelezen, dus ik ging er heel open in. Geen grap maken? Oké, prima. Dus ik ging er heel open in. Ik denk, wat zal het worden? Maar ik vond dat hij een enorme aandacht... Hè, die man had een enorme aandacht en precisie in hoe hij haar verleidde. Sowieso, hij speelt piano en hij heeft veel geld en hij is dominant. Hij weet wat hij wil en hij kan ook nog vliegtuigen besturen. Dus ja, dat is sowieso al ultieme fantasie. Mm-hmm. Maar dan is hij ook nog eens heel precies in het haar verleiden. En hij besteedt heel veel zorg en aandacht aan haar. Wat wil je daarmee zeggen dan?
dat is, Maxime, waar vrouwen naar verlangen. Ja, wat heb ik daar een reet mee te maken waar vrouwen naar verlangen? Nou, je vindt dat wij jou enorm domineren. Dan mogen wij dus dan moeten we ons ook nog aanpassen. Mag ik even? Dan moeten we ons ook nog aanpassen in wat jullie verlangen. Fuck you, ik wil seks op mijn manier. En als je het niet wil, dan zoek ik toch een ander. Ja, maar dat wil je wel vrijwillig dan, toch? Natuurlijk. Ja, maar. Dus dan...